woe zelf altijd al nog een tijdje naar New York daar gewoon. Misschien eens een keer een paar maand of zo. En het was echt een beetje een droom voor mij om er nog langer dan zo lang te zitten. Dus het is wel een beetje een droom die uitkomt in die zin. Ik heb ooit het conservatorium al Auron, dat is triolien. Ik heb eigenlijk besloten dat ik nog wel wat meer weten wil. En dan specifiek over compositie en filmmuziekcompositie. En ik ken natuurlijk heel goed hele goede saxofoonlessen daar krijgen. Dus het is eigenlijk van allebei een beetje. Het is 86.000 euro, wat moest er al hier maar doen? Nou, het collegegeld is alleen nog al meer dan de helft van dat bedrag. Flink over de helft van dat bedrag. Dus, en de rest, ja, moet ik van leven. En dat is, het is geen, het klinkt heel veel geld, maar het is geen vetpot. Absoluut niet. Ik moet nog steeds, ik moet mezelf geld bijlezen. Ik hoop ik nog meer mooie compositie dan te doen. Dus meer als componist dan het werk. En hopelijk ik mijn filmmuziek. Dat maar gewoon mijn brevetje in mijn muziek maatje. Dat is eigenlijk de droom. Dat zou het mooiste zijn.